Studenten moeten zich vaker laten registreren als donor. Dat vindt studentenvereniging Albertus Magnus. Daarom werd vanmiddag de eerste donordag gehouden. De vereniging wil studenten beter laten nadenken en informeren over donorschap en alles wat daarbij komt kijken. Geïnteresseerden konden terecht in de sociëteit van Albertus Magnus, waar vrijwilligers van de Donorstichting klaar zaten om alle vragen te beantwoorden en studenten in te schrijven. In Groningen heeft 21% van de inwoners aangegeven dat zij beschikbaar als donor zijn. Veel studenten vergeten om zich in te schrijven of zijn er gewoon te lui voor. Dit was een reden voor Albertus Magnus om deze middag te organiseren. We vinden het erg belangrijk dat de studenten bewust zijn van alle mogelijkheden die er zijn. En het is natuurlijk belangrijk voor iedereen dat er veel donors zijn in Nederland. Momenteel zijn er maar 21% van de mensen in Groningen donor. En we zouden graag ons steentje bijdragen aan de maatschappij om er iets meer bij te krijgen. En vooral studenten die vaak misschien iets te lui zijn om het formulier zelf op te halen en in te vullen. Of er gewoon nog niet aan gedacht hebben om er wat bewuster van te maken. De dag begon meteen goed. We hebben in principe al 100... T-shirts voor de eerste 100 inschrijvers als donors. Ik hoop sowieso dat ik die allemaal weg mag geven vandaag. Maar in principe is elke donor mooi meegenomen en redt het leven zoals het goed is. Maar zoals ik al zei, 5 over 12 en we hebben er al 4. Dus als het op dit tempo doorgaat, ben ik erg blij. Voor de vrijwilligers is elke inschrijving van harte welkom. De dag voor ons is geslaagd als er weer een aantal formulieren zijn ingevuld. En dat er toch weer een deel van de jeugd bewust is geworden van het dringende feit dat er lange wachtlijsten bestaan en dat het een hele goede zaak is om mensen die echt een groot probleem hebben geholpen kunnen worden met een donororgaan of weefsel.